Welk tijdperk had je graag willen leven? Ja, sowieso de jaren 80. Want toen hadden we heel veel problemen die we vandaag hebben. Die konden we toen nog oplossen. En vandaag wordt het dan heel dramatisch en heel moeilijk. En de muziek. Op een onbewoond eiland, welk boek gaat mee? Oh ja, vind ik een heel confronterende vraag. Ik ben nu Misdaad en Straf aan het lezen van Dostojevski. En ik vind heel erg dat ik dat uitgelezen moet hebben. Dus dan neem ik dat boek wel mee, want dan ontkom ik er niet aan. Want je toch op een onbewoond eiland, wat kan je doen? Wat is je favoriete gerecht? Ja, dat was heel lang pizza salami. Maar toen werd ik vegetariër, dus toen kwam ik in een pizza salami existentiële crisis. En toen heb ik heel lang gezocht en nu heb ik een pizza salami vega gevonden. En die is wel oké. Ja, nog eentje. Ik doe die hele stapel. Joh. Is er een overleden schrijver die je bewondert? Ja, ik moet ineens denken aan Harry Mulisch. Ik vond Harry Mulisch in heel veel interviews die ik van hem zag, was het nou, een beetje eigenaardige man. Maar ik heb uiteindelijk De Ontdekking van de Hemel, De Aanslag. Ik heb het allemaal met ontzettend veel plezier gelezen. Ik vond het echt toffe boeken. Door welke filosoof laat jij je het meest inspireren? Uiteindelijk heeft Immanuel Kant heel veel invloed gehad op mijn werk. En dat is wel interessant, want ik ben het ook heel vaak met hem oneens. Dus in mijn boek pleit ik heel erg voor mildheid. Ik ben heel erg tegen vergelding. En Immanuel Kant was volledig pro-vergelding, moordenaars opknopen, et cetera. Maar uiteindelijk was de manier waarop hij filosofeert, die vind ik heel inspirerend. Die is gewoon heel slim. Dus sowieso Kant. Hoe heeft het concept vrije wil invloed op de rechtsstaat en de politiek? Ja, het heeft een waanzinnige invloed. Het is misschien wel het meest dominante idee in de rechtsstaat en de politiek. Ja, en waarom? Als je kijkt naar de rechtsstaat, ja, dat gaat ook heel erg over, we hebben bepaalde regels. En als jij bewust kiest om die regels te breken, ja, dan moet je gestraft worden. Ja, dus dat heeft heel veel te maken met de vrije wil. En op het moment dat je die vrije wil dan gaat betwijfelen, dan moet je er heel anders over na gaan denken. Dan heb je een heel ander idee eigenlijk van die rechtsstaat krijg je dan. Die volgens mij beter idee, maar dat moet je echt uitleggen aan mensen. Ja, dus daarom probeer ik dat in mijn boek ook heel erg te laten zien. Het is een heel fundamenteel concept. En in onze politiek al helemaal. Ja, dus de vrije wil is echt een sleutelbegrip als het gaat over wanneer verdien je een beloning en wanneer verdien je straf. Ja, als je de goede keuzes maakt, goed leven. Als je slechte keuzes maakt, waardeloos leven. En in de politiek wordt eigenlijk eindeloos erover gediscussieerd. Hè? Wie verdient er nu een beloning? Ja, en dan zegt de VVD, nou, rijke mensen die mogen lekker hun geld houden en prachtige ondernemers hebben het allemaal goed gedaan. Want die hebben daar zelf voor gekozen. Ja, en dan zegt de linkervleugel meer, ja, maar wacht eens even, allerlei omstandigheden hebben eigenlijk een rol gespeeld. En deze mensen moeten solidair zijn en ze hebben ook gewoon mazzel gehad. Dus die moeten juist wat geld overmaken uiteindelijk naar de mensen die het wat armer hebben. Ja, dus er wordt eigenlijk over de vrije wil gevochten. En mijn boek zegt gewoon, we moeten gewoon heel erg naar links. Wat hoop je teweeg te brengen met jouw boek? Nou, wat ik eigenlijk het meest betekenisvol heb gevonden de afgelopen periode, was dat er mensen naar me toe kwamen die zeiden, ik heb jouw boek gelezen en nu heb ik het idee dat ik bepaalde dingen in mijn leven beter begrijp. Ja, en die lezen mijn boek dan en die komen naar mij toe en die vertellen me hun verhaal. En die zeggen, jouw filosofie heeft me geholpen om mijn eigen problemen, mijn eigen struggles wat beter te begrijpen. Nou, als ik dat teweeg kan brengen bij mensen en bij lezers, dan is mijn missie 200% geslaagd. Bestaat de vrije wil? Waarom wel of niet? Ja, er zijn heel veel ideeën van wat de vrije wil precies is, allerlei interpretaties. Maar het klassieke idee van de vrije wil gaat er heel erg over dat je een keuze maakt en jij bent op de een of andere manier de ultieme oorzaak van die keuze. En jij creëert die keuze. Het is niet jouw genen en je opvoeding en toevallige ervaringen die jou zo hebben gevormd dat je wel deze keuze zo moet maken. Nee, los daarvan kan jij beslissen wat er gebeurt. En dat idee van de vrije wil, dat bestaat denk ik niet. Omdat het niet wetenschappelijk is. Je hebt een bepaald karakter dat zich nou eenmaal gevormd heeft gedurende je leven. En je bent op een bepaalde manier opgevoed, et cetera. En daarom maak jij die keuzes. Dus ja, vrije wil, kom op, er is geen vrije wil. En ik ben het heel erg met die wetenschapper eens. Het enige is alleen, wetenschappers zeggen dit al heel erg lang. Maar in de maatschappij is dat idee van de vrije wil nog steeds heel belangrijk, heel bepalend. Dus wat is daar aan de hand?
En volgens mij is de verklaring dat de vrije wil mega aantrekkelijk is om in te geloven. Het geeft ons macht, het geeft ons een gevoel van grip op ons leven. En daarom blijven we met z'n allen maar geloven in een idee dat in essentie totaal onwetenschappelijk is. En ik probeer mensen daar een beetje van los te weken en een beetje van te bevrijden. En eigenlijk te zeggen, ik snap dat het een heel verleidelijk idee is. Maar als je er ook maar een beetje los van kan komen, dan wordt je leven echt beter. En dan word jij ook een beter mens.